Een goede bereikbaarheid is voor alle MKB-bedrijven in Amsterdam van groot belang. Of het nu per fiets, auto of openbaar vervoer is. Het is ook essentieel dat de bevoorrading van onze winkels, horeca en andere bedrijven altijd op een goede manier kan plaatsvinden. Hier maakt MKB Amsterdam zich al jaren hard voor. Op dit moment speelt er veel op dit gebied, zoals de slechte staat van de kademuren en bruggen, de nieuwe milieuzone voor vrachtauto's en touringcars en de proef met de knip in de Weesperstraat. In Amsterdam zijn tientallen kademuren en bruggen zo slecht dat er allerlei afsluitingen, wegomleggingen plaatsvinden. Op dit moment maakt de gemeente een plan om deze kades en bruggen te gaan herstellen. We staan hier op de Grimburgwal, waar een paar weken geleden, dat weet u allemaal, een gedeelte van de kademuur in het water is gestort. Dat gebeurt op meer plaatsen in de binnenstad. Nou, gelukkig niet overal dat kades instorten, maar wel dat daar het gevaar toe bestaat. En we vinden het dan ook heel erg goed dat het college daar nu een plan van aanpak voor heeft om dat, aan te pakken. Om ook de bereikbaarheid van de binnenstad goed te houden. We maken ons echter wel zorgen over de bereikbaarheid. Over de bereikbaarheid tijdens al die werkzaamheden. En we zijn daar wel met oplossingen voor gekomen. MKB Amsterdam wil dat die bereikbaarheid ook digitaal op internet actueel wordt aangegeven. Dat je echt van dag tot dag kunt zien wanneer een plaats hoe bereikbaar is. Ook als er dan ergens een verhuizing is. Dat je dan weet, nou die route kan dan niet. Maar zeker nu met al die kades en bruggen die vernieuwd worden. Dat je per dag weet van hoe kan ik nou nog ergens komen. Verder wil MKB Amsterdam dat er meer laad- en losplekken rondom die plaatsen komen die nu dus afgesloten kan worden, zodat de leveranciers naar onze ondernemingen wel gewoon kunnen doorgaan. En tenslotte willen we nog een keer een lans breken voor het vervoer over water. Dat is natuurlijk al een hele tijd gaande. We denken dat het gemeentebestuur daar nu meer druk achter moet leggen. Dat het vervoer over water echt handen en voeten krijgt. Misschien zelfs wel met enige dwang in de vorm van de vergunningverlening. Anders komt dat echt niet voor elkaar dat we daar een keer echt werk van gaan maken. Heeft MKB Amsterdam ook meegepraat over de nieuwe tolzone binnen de Singelgracht? Ja, dat klopt. MKB Amsterdam heeft advies daarover gebracht. We vinden het erg belangrijk dat de kades en de bruggen beschermd gaan worden tegen verdere schade. Er komt nu binnen de S100, dat is de Singelgrachtzone, komt er een beperking voor 7,5 ton. Dat betekent 7.500 kilo voor vrachtauto's. Dat betekent tot 7,5 ton mag je dan gewoon doorrijden. Tussen 7,5 ton en 30 ton, 30.000 kilo, dan kan je een ontheffing krijgen. Maar dan alleen maar voor bepaalde routes. En boven de 30 ton kan het alleen met maatwerk. Dan ga je samen met de overheid kijken, met de gemeente, van hoe kan je toch nog je werk doen in de binnenstad. We vinden dat buitengewoon belangrijk. Ook tenslotte dat er een level playing field is, dus dat het goed gehandhaafd wordt. Dat het wel een eerlijk systeem is en dat iedereen zich aan dezelfde regels moet houden. Op 1 november komt er een nieuwe milieuzone. En wat gaat er anders worden? Per 1 november dit jaar wordt de bestaande milieuzone in Amsterdam uitgebreid naar het hele gebied binnen de ringweg A10. Behalve drie uitzonderingen, de afrit bij de RAI voor de bevoorrading van de RAI. Een gebied in Sloterdijk en een gebied in Amsterdam-Noord, waar we hier staan op de TT Vazemweg. Dus het gebied wordt vergroot en het gebied gaat nu ook gelden voor bestelauto's. Die moeten allemaal Euro 4 hebben. Daarvoor heeft MKB Amsterdam wel sterk gepleit voor een ontheffingsregeling en een subsidieregeling. En die zijn er ook gekomen. We staan hier in Amsterdam-Noord, in het Cornelis Douwes gebied, bij een van onze geweldige partners van Keulen. Zij ontvangen vrachtauto's uit heel Nederland, heel Europa,
waar allemaal bouw- en transportmaterialen worden samengebracht en die weer worden geconcentreerd in vrachtauto's, zodat ze dan heel efficiënt de stad in kunnen. Niet alleen maar per vrachtauto overigens, maar ook per schip. En daar staan we ontzettend achter. We vinden het heel goed dat ook dit soort bedrijven in de stad hun werk kunnen blijven doen. Dat zorgt voor werkgelegenheid, maar zorgt er ook voor dat het vervoer efficiënt en milieuvriendelijk plaats kan vinden. MK Amsterdam heeft letterlijk de blaren op zijn tong gepraat om overigens samen met goede partners als Edex en Transport en Logistiek Nederland, VNO-NCW, om hier op de TT Vaassenweg in het Cornelis Douwes gebied een corridor te krijgen binnen die milieuzone. Dat betekent dat dat binnen die milieuzone vrachtauto's die nog net niet aan de milieunorm voldoen, hier toch nog de bedrijven zoals Van Keulen, maar ook een shipyard Dame en vele tientallen andere grote industriële bedrijven toch nog kunnen bereiken. MKB Amsterdam is al lang niet meer die autolobbypartij van vroeger, maar bereikbaarheid van onze winkels en bedrijven in de stad blijft wel essentieel. Nou, we staan hier op de plek op de Weesperstraat, waar de gemeente van plan is de knip toe te passen. Eerst als proef, begin volgend jaar, maar misschien daarna wel definitief. Knip betekent dat het autoverkeer niet meer door kan rijden. En dat is bedoeld om het doorgaande verkeer door de binnenstad te voorkomen. En dan zou de knip dus hier bij ongeveer bij het namenmonument komen. En dan zou je hier nog een keerlus, er komt er een keerlus voor de mensen die zich toch nog vergist hebben. En aan de kant van het Meester Visserplein komt dan ook een keerlus voor de mensen die vanaf die kant komen en het dan niet weten. MKB Amsterdam is zeker niet tegen een autoluwe binnenstad met veel meer ruimte voor voetgangers, fietsers, fietsparkeren, ook erg belangrijk. De afgelopen 3 decennia is het autoverkeer al zo'n 70% minder geworden in de binnenstad. En dat heeft de ondernemers ook zeker geen windeieren opgeleverd. Ook van de ondernemers mag het doorgaande verkeer best wel uit de stad weg. Alleen daar vinden we dus dat het kind niet met het badwater weggegooid moet worden. Deze Wibautas, dus Wibautstraat, Weesperstraat, Valkenburgstraat, dus zowel zo'n beetje de A1 voor de toeleveranciers in de binnenstad. Niet alleen maar trouwens in het stadsdeel Centrum, maar ook in stadsdeel Oost. En het is buitengewoon belangrijk dat dat wel blijft bestaan. Zowel voor de bevoorrading als de bezoekers. En in de agenda touringcar wordt het als een van de weinige toekomstige routes voor de touringcars genoemd. MKB Amsterdam vraagt zich af waarom de knip in de Weesperstraat juist hier moet komen en waarom het nu moet plaatsvinden. Zowel in coronatijd als dat tegelijkertijd kunnen er op dit moment ook geen vrachtauto's door de Piet Heintunnel in verband met de aanstaande renovatie daar. Dus wij denken dat het bedrijfsleven in de binnenstad en stadsdeel Oost onevenredig zal schaden. MKB Amsterdam zegt, neem nou je verkeersmaatregelen op de plek waar een verkeersprobleem is. En dat is bijvoorbeeld hier. Hier is op elke zaterdag en zondag en op en rond de feestdagen staat hier een file van hier tot Tokio van 1/2 uur tot 3 kwartier bij het Meester Visserplein, Amstel, Rokin, het Damrak. Dat geeft enorme vertraging. Dat is niet fijn voor de ondernemers, niet fijn voor de bezoekers. Het zorgt alleen maar voor luchtvervuiling en frustratie. Pak het dus daaraan. Daarom komt MKB Amsterdam met een ander plan voor een zogenaamde genuanceerde knip. Dat betekent dat je met camera's kunt reguleren wie er dan inkomt. Met een digitaal kentekensysteem. En dan zorg je ervoor dat er op die zaterdagen, middagen en zondagmiddagen alleen bewoners, ondernemers naar binnen kunnen. En ook mensen die een plekje gereserveerd hebben in een van de parkeergarages in de binnenstad. Dan pak je echt het probleem aan waar het zit. Wil je op de hoogte blijven van het laatste ondernemersnieuws van de regio Amsterdam?
volg ons op onze Facebookpagina en abonneer je nu meteen op ons YouTube-kanaal.